theatermakers beginnen een begrip te worden op de dweilfestivals in het land. Waar ze ook komen, het is binnen de kortste keren feest. Ze hakken dan ook de ene na de andere publieksprijs binnen. Naast muziek maken kunnen ze ook heel goed bier drinken en frituursnacks wegwerken. Op de dweilcamping zijn ze dan ook graag geziene gasten. Ze zorgen er qua volume in ieder geval voor dat iedereen in Bemmel weet dat het dweildag is. We sturen dit orkest met heel veel liefde naar de Zwarte Cross. De winnaar van de Originaliteitsprijs 2019 is geworden... Rodel uit Rijen! Kom naar boven, joh! En die prijs die gaat inderdaad gepaard met kussen, dat snapt u, die geef ik lekker niet. Maar jullie mogen ook naar de Zwarte Cross, hè? De Zwarte Cross. Dat is natuurlijk, hè? Dat is natuurlijk helemaal gaaf. De derde plaats is geëindigd. Angerand de Rotweiler, uit de Doordweilers. Bijna een verspreking. Ja, de nummer 3, die mag even, mogen een paar mensen naar voren komen voor de prijs. Ja, de Doordweilers. Derde plek. En dan winnen wij de nummer 1 en de nummer 2 op het podium. Want die hebben, zeg maar, de musicaliteitsprijs ook gewonnen. En de totale prijs is ook gewonnen. Dus ja, die willen we nou hier naar voren hebben. Zeg nou niet wie 1 en 2 waren. Maar het gaat om... Het gaat om de feitjes. En om de feestdoeters. 1 en 2. Jullie mogen naar voren komen. En we gaan de spanning nog een beetje verder opvoeren. Ik weet niet of u de prijs al hebt gezien, maar die prijs, dat is echt een fantastisch mooi ding. Hij kan bewegen, het kan van alles. Het is gemaakt door Bas Wierink, zoals gebruikelijk. Zullen we de microfoon even bijhouden, want hij doet het echt. Musicaliteitsprijs. En we hebben de echte eerstprijs. We gaan eerst de musicaliteitsprijs doen, hè? Ja. Een mooi lijstje is dat. En die is gewonnen door, uit Sassenheim, de feestdoeters. Ja, die musicaliteitsprijs, ja, die staat hier ook op het podium. Ja, dat is eigenlijk al een beetje verraaien nou, hè? Ja, dus de showprijs gewonnen door de winnemers, feestjes. Jullie kunnen nu nog gaan gokken en inzetten, hè? Dat kan nu nog. Wat denken jullie? Ja, ze staan al gebroedelijk bij elkaar. Maar eentje heeft gewonnen. Nummer 2 die had 347 punten. En nummer 1 had 366 punten. Dus zat er wel een verschilletje tussen, toch wel. Maar de Bemmelse Dweildag heeft als winnaar van het Nederlands Kampioenschap Dweilorkesten 2019... de meneer Mafentjes! Sensation Wild of Anthem! Hey!